Agiel, Etemadi, FC Den Bosch, oefenwedstrijd hier in Brabant. 1-0 verloren. Ja. Dat zag er de eerste helft niet naar uit. Nee, klopt. En dat is ook Jupiler League voetbal. En het is alleen maar goed dat wij vandaag dit meemaken. Want dit gaan wij vaak tegenkomen. Hoe bedoel je? Zulke ploegen die ons wel laten voetballen. Wanneer wij denken dat wij het goed doen. En door kleine foutjes ons afstraffen. In de tweede helft krijgt Den Bosch dan ineens veel kans. De eerste helft had jij niets te doen. De tweede helft onderscheid jij je ook met een aantal hele puiken reddingen. Dat deed je al vaker in de voorbereiding. Jij bent echt een aanwinst volgens mij. Nou ja, ik ga al een paar jaar mee, dus mensen kennen mij ook. Ik wil gewoon graag presteren. Niet alleen ik wil graag met Graafschap presteren. En ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen. Je bent hier niet gekomen als tweede keeper. Nee, goed, ik ga nooit als tweede keeper ergens heen. Maar goed, je komt binnen als 1, 2, 3. Niemand weet het. Ik doe gewoon mijn best. Ik probeer het trainen zo moeilijk mogelijk te maken. En we zullen zien wat er gaat gebeuren de komende weken. Filip Bednarek heeft natuurlijk een uitstekend seizoen achter de rug. Dat heb jij bij Almere ook. Maar goed, Bednarek bij de Graafschap. Ja, zeker. Hij heeft het goed gedaan. Maar goed, ik wist het toen ik hierheen kwam. Goeie keeper. We hebben ook daarachter Jordi Rondeel. En dat is ook een goede keeper. En we gaan het met z'n drieën doen. We gaan team helpen. Dus wie ook mag keepen, we gaan er gewoon voor. Onnodig dat jullie in de tweede helft toch zo in de problemen kwamen? Ja, zeker. Was het onnodig. We moeten gewoon rustig blijven. En zoals je ziet, als we een kans weggeven, tegenslag, moeten we gewoon rustig blijven. En dat is alleen maar goed dat we vandaag dit meemaken. En daar moeten we gewoon dingen uit pakken wat ons goed gaat doen.